Hallo en welkom bij Do-It-Jezelf Ideeën. Vandaag hebben we weer een leuke video voor jullie. Een wolkenslijm video, oftewel ook de foam clay. En ik heb hier zwart. Ik heb hier groen, een beetje lichtgroen. Limoengroen. En wit. Met glitter. En ik ga kleine kraaltjes eigenlijk maken. En die ga ik dan door het draad er doorheen halen. En dan kan ik een schattige armband maken. Om een gaatje te maken in de kraaltjes heb ik hier het stokje. Ik begin met wit. En ik neem een klein stukje. Het is natuurlijk maar zelf wat je wilt qua grootte, qua kralen. Ik maak een rondje. En dan door dat rondje steek ik met mijn staaf erdoorheen. Voorzichtig, zodat de vorm zich wel behoudt. Ik wil hem nog een beetje een andere vorm geven. En hier weer het gaatje. En die kunnen we laten drogen. Een beetje groot. Ik denk dat ik hem maar iets kleiner nog maak. Je kunt natuurlijk ook vierkante kralen maken of ovale vormen of platte. Alles is mogelijk. Het hoeft niet per se rond te zijn natuurlijk. Een beetje een lange, draaiachtige kraal. Dan voorzichtig eraf halen. En ook daar zit een gaatje in. En de volgende. En hier nog een. Ik heb hier een aantal kraaltjes gemaakt, zoals je ziet, met met de drie kleuren. En ik ga ze dan door het draadje er doorheen halen. En op die manier kunnen we een ketting of een armband maken. En ik ga ze eerst ongeveer 2 dagen laten drogen. En als ze dan gedroogd zijn, dan kunnen we verder gaan. Een beetje jammer dat we 2 dagen moeten wachten, maar dat uiteindelijk is het wel waard. 1 dag is voorbij en ze zijn al droog. Dus we hoeven helemaal niet 2 dagen te wachten. 1 dag was al lang genoeg. Ik heb hier mijn kraal. En die ga ik er doorheen halen. Ik heb al een aantal kralen eromheen gehaald en je ziet het. Ik heb denk een aantal zelfs te veel eromheen geplaatst. En ik haal er een paar weg en dan is het, als het goed is, wel de juiste maat. Want het is net iets te groot. Je kunt het natuurlijk ook als ketting gebruiken en dan heb je misschien wat meer kralen nodig. Ik maak 1 knoop. En dan nog 1 knoop, maar dan de tegengestelde richting. Zo ziet het er dan uit als 1 8. En dan moet je hem in de juiste maat plaatsen. En dan kun je hem aantrekken. En helaas is mijn touwtje gebroken. Ik heb geen idee waarom, dus ik moet even een nieuwe pakken. We doen het nog een keertje, niet te hardhandig doen. Ik denk dat we eerst gewoon een knoop maken, dan plaatsen we hem om de pols en dan een 2e knoopje eromheen. Einde snij ik eraf.
Kijk, zo kan het in de kraam. En zo is mijn armband klaar. Ik hoop dat het bevallen is en dat het een leuke video was. Mocht u nou nog vragen hebben, kun je die onder de video plaatsen. Heb je nou nog niet ingeschreven voor ons kanaal, kun je dat altijd nog doen. Onder de video is een knop en daar kun je op klikken en dan elke week hebben we nieuwe video's. Geef ons een duim omhoog als het bevallen is en hopelijk zien we je snel en de volgende keer op Doe Het Jezelf. Je hebt nog een fijne dag en tot ziens!